Bonjour, jeune homme. Wat kan ik voor u betekenen? Ik wil weten wat er gebeurd is. Waar? In Italië is het aan het regenen. Aangenus, dat vlakke land, dat de duchtlucht ooit bezong. In de Lidl van Heistaanzee. Op 13 augustus begeef ik mij naar de Lidl om garnalen te kopen. Maar daar staan geen garnalen meer waar ze stonden. Ik zie daar een meisje een rayon vullen. Ik vraag haar, waar staan de garnalen? Ze zegt, je ne comprends pas, je parle français. Ze excuseert zich niet, dat is normaal, je ne comprends pas. Ik ga met dat meisje geen discussie aan, ik heb garnalen nodig. Ik zeg, où sont les crevettes? Want ik ben tweetalig, ik ben drietalig, ik versta Spaans, ik versta Italiaans, als ze Oekraïens spreken, kan ik weten waarover het gaat. Maar dus, met dat meisje maak ik geen ruzie. Ik roep de verantwoordelijke. Ik zeg, hoe komt dat, dat ze mij hier niet in het Nederlands kunnen antwoorden? We zijn hier toch in Heist aan Zee, niet Heist sur Mer. Zegt hij, heel agressief. Wij vinden geen Vlaams personeel en die komt van Moes Groen speciaal. Ik zeg, dat kan allemaal zijn. Kunt je haar dan geen band laten dragen? Je suis bête. Je ne comprends pas le flamand. Ik laat dat zo. Ik stuur een mail naar Lidl België. Die antwoorden me niet. De 16e augustus krijg ik een antwoord uit Lidl Nederland. Precies alsof er in België geen Nederlands verstaan. Wij zullen het aan onze collega's doorgeven. Ik heb tot nu toe niks van die collega's gehoord. Goed, vorige zaterdagavond heb ik toevallig GWC-papier. Ik loop naar de Lidl. Ik koop daar rollen en ik zie aan de kassa dat daar een eentalig Franse display staat van Douwe Egberts. Ik zeg dat aan het meisje dat aan de kassa zit. Weet jij dat er hier een display staat alleen in Frans? Nee, zegt ze. En ik ben daar ook niet mee akkoord. Ik zeg, ja, signaleer dan uw directie. Hè. Ga naar huis. Maar ik schrijf naar Lidl Nederland, die mij geantwoord hadden. Niet naar Lidl België. Hier staat een display. Eentalig Frans. Ik had niet gezien. Hij was twee. Maar de Vlaamse kant kon je niet zien, want die stond tegen een andere display. Maar dat maakt de zaak niet. Heist is geen tweetalige gemeente, is geen gemeente met faciliteiten voor Franstaligen. Dat ligt in Vlaanderen. Dus ik schrijf mijn mail, ik krijg daar geen antwoord op. Ik ga dinsdag naar de Lidl en ik zie dat die display daar nog altijd staat. Ik verwittig de caissier, ik zeg, verwittig uw directie, dat daar heibel van gaat komen. Woensdag ga ik terug. Die display staat daar nog altijd. Ik zeg aan een ander caissier, verwijt ik uw directie dat daar heibel van gaat komen. Heibel. Ik heb drie keren mondeling verwittigd. Ik heb twee mails gestuurd. Dan heb ik operatie Addison gestart. Waarom heet dat operatie Addison? Kan zo uit Magdina komen. Vanaf mijn 15 jaar ben ik in de Vlaamse strijd. Eerst in Schaarbeek tegen ons. Die strijd hebben wij verloren, want er zijn geen Vlaamse. Mingen en meer in Schaarbeek. Dan in Halle, in Zaventem. Ik heb geschilderd. Ik heb ruiten ingegooid. En allemaal dingen die verjaard zijn. Ik ben al 60 jaar Vlaamse activist met eenpersoonsacties. Want ik ben eigenlijk een vrijbuiter. Maar hoe komt dat? Dat ik mij niet laat doen. Men heeft 15 jaar gezocht waarom ik soms heel agressief reageerde op bepaalde situaties. Men heeft gezegd, dokter Joseph, gij zijn zot. Ik heb mij psychiatrisch laten controleren. En na drie dagen zei die psychiater, dokter Joseph, gij zijn niet zot. Gij doet zot. Maar de oorzaak heeft hij niet gevonden. Dan hebben ze dat onderzocht in de Universiteit van Leuven, in de Universiteit van Brussel, in de Universiteit van Gent. En ze hebben het niet gevonden tot één maand geleden. Een jonge beginnende endocrinologe die me zei, dokter Joseph, jij leidt aan de ziekte van Addison. Ik zeg, ik heb niks te maken met de Beatles. Nee, zegt ze, Addison, dat is dat de bijnierschors geen antistresshormonen aanmaakt. Als je in een stresssituatie terechtkomt, dan barst jij uit. En wat is daaraan te doen? Ah, zegt ze, iedere dag een pilletje, uw leven lang. Ik zeg, ja, 75 jaar, dat is niet zo lang, iedere dag één pilletje te maken. Dat is waarop de haters rekening. Ja!
Ja, maar ze kunnen missen. Alhoewel ik vanaf mijn 15 jaar dagelijks rook, dagelijks drink, is mijn lever perfect, zijn mijn longen perfect, is mijn hart perfect, hebben ze een MRI genomen. Ik heb nog altijd het geheugen van een man van 50 jaar. Maar om op de zaak terug te komen, ik zie die Franse display. Ik zeg in mijn eigen, dat kan hier niet in Heist. Ik ben speciaal van Schaarbeek naar Heist komen wonen om niet door dat francofoon imperialisme gevolgd te worden. En nu beginnen die hier. Zo is het ook in Brussel begonnen. Zo is de verfransing van de rand begonnen. Zo begint de verfransing van de kust. Je geeft u een vinger. Ze nemen uw arm. Ze nemen uw gans lijf. Ze trekken uw broek af. En je staat met uw billen bloot. En dan zouden ze nog willen dat je ze bedankt. Wel, door mijn ziekte van Addison zegt mijn lichaam niet met mij. En daarom heb ik deze kleine actie ondernomen. Eerst heb ik mij verontschuldigd bij het personeel voor de overlast dat ik ging bezorgen, want ik ken die meisjes en die jongens die daar aan de kassa zitten voor weinig geld. Dan heb ik een spuitbus genomen die ik hier op overschot had. Het was een roze spuitbus. Ik heb die goed geschud. Ik heb die een keer geprobeerd dat ik niet mijn eigen gezicht zou spuiten. Ik heb een handschoen aangetrokken, zo'n waarmee ze aan de staat voelen. Ik dacht daar eerst VL over te schilderen, maar ik kon geen tekst schilderen. Dan kwam die madame af. Ik heb gezegd, u raakt mij niet aan. Ik moet iets anders doen, want ik had mijn tekst niet kunnen schrijven. Ik sluit die display om. Die koffie van Douwe Egberts zijn daaruit gevallen. Om dat recht te zetten, heeft dat 5 minuten geduurd, nog niet. Om die verf weg te doen met een beetje aceton duurt dan een minuut. Ik ben bereid 6 minuten loon te betalen voor de mens die dat gedaan heeft. Dat is heel mooi. En dan ben ik met luidere stemmen, zoals ik heb, want ik ben ook docent geweest, beginnen te zeggen, dit is geen vandalisme, dit is een verdediging van het Vlaams karakter van Knokke Heist. Om mijn verhaal af te maken, ben ik blijven mijn gedacht zeggen waarom ik dat gedaan heb, waarom ik deze kleine actie, oh, je kunt het zelf geen actie noemen. Iedereen heeft natuurlijk geen verfbusje mee, maar als compensatie heb ik het verfbusje geschonken. En daar zat nog heel veel verf in. Waar is ze daar blij mee? Nee, want de politie heeft dat busje in beslag genomen. Daar was een dame aan het roepen, de hysterische garante. Die willen me privacy, privacy. Terwijl iedereen die in de Lidl komt, gefilmd wordt door de camera's van de Lidl. Ja. Ik zou gezegd hebben, mevrouw, gaat u menopauze ergens anders uitwerken. Maar dat is een detail. Dus ik ben blijven roepen totdat de politie kwam. En die politieman die zei, meneer, stiller spreken. Ik kan ook roepen. Ik heb hem geantwoord, maar ik kan harder roepen dan jij en ik kan het langer volhouden. En ik keek hem in zijn ogen en hij moet gezien hebben, die mens die leidt aan de ziekte van Addison. Die moet dat ook geweten hebben. Die jongen was zeer beleefd. Ik heb daar uitgelegd, zoals ik het aan u uitgelegd heb, dat ik na 3 mondelinge verwittigingen en 2 schriftelijke verwittigingen een klein incidentje uitgelokt heb om de directie van de Duitse keten Lidl, dat zijn Duitsers, en wij hebben daar geen heel goede herinneringen aan. Aan die Duitsers die hier 2 keer 4 jaar gebleven zijn. We hebben daar geen herinneringen aan. Die mens die heeft mijn verklaring opgeschreven. Daar was ook een voorgedrukte tekst onderaan waar 2 DT-fouten in stonden. Ik heb die verbeterd. Ik als docent, als dokter Joseph, ik kan dat niet zomaar laten gaan. Ik ben niet meegenomen naar het commissariaat. Dat heeft 10 minuten geduurd. En zo is dat afgelopen. Een uitgebreid antwoord op een kleine vraag. Een doofstomme mens, als je die te werk stelt, dan moet jij die een match geven dat de mensen hem niet moeten aanspreken, want dat hij hen niet kan horen en niet kan antwoorden. Vlaanderen is sterker dan duizenden eeuwen. Vlaanderen is niet dood en Vlaanderen zal leven. Vlaanderen.